Goedemorgen, kijk naar de weersverwachting van Weerplaatsen.nl. Op de satellietfoto zien we weinig bewolking boven Nederland. Alleen boven de Waddeneilanden zitten wat meer wolken. Die trekken ook over het noorden van het land. Daar kan vanochtend heel lokaal misschien nog een buitje vallen, maar voor het grootste deel van het land geldt dat we zonnige perioden hebben en in de loop van de ochtend ook wat stapelwolken. Aan het einde van de ochtend is het de graad of 19 en vanmiddag wordt het dan 20 tot 23 graden. De zon blijft geregeld schijnen afgewisseld dus met enkele stapelwolken. De wind waait uit het westen en die is zwak tot matig, windkracht 2 tot 4. Ook vanavond droge omstandigheden in het land. En halverwege de avond is het dan een graad of 19. In Limburg nog 20 à 21 graden. Morgen wordt het uh, beter weer. Hoewel het kaartje dat niet suggereert. Maar eerst zijn de zonnige perioden en het blijft lang droog. Het wordt ook weer zo'n 20 tot 23 graden. In de avonduren komt er dan vanuit het zuiden regen. En zaterdag is het dan slecht weer... Flinke periode met regen, ook buien en tussendoor dan af en toe zon. En als het tegen zit, gaat het fors waaien aan zee. Met windkracht 8 misschien zelfs wel. Zondag trekken er enkele buien over het land. Maandag verwachten we ook veel buien. Oftewel, het wordt vanaf zaterdag wisselvallig. Ik ben Michiel Severin van weerplaza.nl.